Ook op leeftijd discrimineren mag niet meer. Bedrijven zijn vanaf nu verplicht ook 55-plussers aan te nemen. Maar hoe gaat dat in een fast-moving computerbusiness die heel veel technische know-how vergt? Ja, ik zou gewoon nieuwe kopen. Jouwe. Ja, dat is Kees, onze 55-plusser. Ja, we moesten nu verplicht een 55-plusser aannemen. En ik zeg eerlijk, dat hadden we anders niet gedaan. Nee, hij heeft echt beter uitgepakt dan we dachten. Maar heeft hij dan ook de kennis? Kan hij goed meekomen? Nou, hij heeft niet echt die basiskennis die je normaal nodig hebt bij deze baan. Maar hij heeft wel andere kwaliteiten, hè? Maar even serieus, hij probeerde net een USB-stick in een Thunderbolt-aansluiting te proppen. Ja, dat is typisch Kees. Ja, kijk, je moet de commerciële kant van Kees niet onderschatten. Nee, bijvoorbeeld, je moet bij Kees altijd cash betalen, want hij snapt PIN niet. Maar ook dat heeft een voordeel, want het raar is, de rijen voor zijn desk zijn gigantisch. Nou, en die rij is dan tot buiten. Mensen buiten zien dat. Die denken, oh, er zal wel iets in de aanbieding zijn. Gaan in die rij staan, komen binnen en Kees verkoopt weer wat. Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar sorry, ik hoor hem net ook WordPerfect aanprijzen. Kom op. Ja, ik kan je vertellen, hij heeft alle oude rommel uit het magazijn verkocht, hè. Atari's, Commodore 64, Compressario's, Windows 98. Alle floppies zijn weg. Alle floppies, hè? Heeft hij allemaal verkocht? Ja. Kijk, alle jonge klanten die willen Alex. Alex, het is echt onze allerbeste verkoper. Het is echt een whizkid. Maar ja, die verkoopt helemaal niks. Het is commercieel gezien een nul. En? Wat vind je van mijn laptop? Nou, die CPU kan nog een beetje geklokt. Dus een nieuw SSD'tje zou ik nog niet doen. Kan ik gewoon nog synchronizen via de BIOS. Ik zou zeggen hooguit de grafische kaart updaten. 2 gig Nvidia of zo. Meer heb je niet nodig. Maar ja, dat is ook alleen als je echt grafisch werk gaat doen. Dus ik zeg, ja, die kan nog wel 2 jaar mee. Oké. Okay. Nou, top. Dankjewel. Ja, de voeding is stuk. Hij laat niet meer op. Oh. Is die ook los te krijgen? Weet je, ik zou gewoon een hele nieuwe kopen. Nee, volgens mij is de batterij leeg. Ik zou gewoon een nieuwe kopen. Ja, ik zou een nieuwe kopen. Oh, ik kom voor mijn laptop. Die moet ook weg. Nou, de sales zijn sinds Kees hier is met 60% gestegen. Ja. Ik was net bij uw collega Alex. Oh. Die had het erover dat ik de CPU moest laten klokken. Ik zou gewoon een nieuwe kopen. Ben je overal vanaf? Een hele nieuwe? Nieuwe kopen. Echt, wat ons betreft, gaat hij nooit meer weg. Nee. Mag ik even wat vragen? Zeker, zegt u. Ik heb gisteren bij die oudere meneer een iPhone 11 gekocht. Maar ik kan hem niet meer bellen, hij doet het niet. Kees?